Dylan is er gewoon gelijk stil. De opname is gestart en Dylan is degene die stil is. Nee, ik was nog heel erg aan het kijken op mijn telefoon. Hij zat nog even met zijn hoofd bij het eten. Ja. Oh ja, ja. Ik start die opname. Voor die opname, Dinant helemaal bladibladibladibladibladibladibla. En opname wordt gestart en Dinant... Doeg! Vogelgeluidjes, nou hoppa. Ja. Hé, jongens, ik heb gewoon een nieuwe screenprojector. Goed voor jou. Wat is dat? Ja. Op je telefoon. Op je telefoon. Oh. Kijk, lijkt achtergrond. Een projector. Ik dacht projector, ja. Maar protector. Protector. Ja, mm-hmm. Mijn vorige zag ik een beetje gek uit. Ja, we gaan het niet over mijn telefoon hebben. Kijk. Tim verricht hem helemaal. Hij is weg. Hij komt terug. Ik kan het niet zo goed zien. Kan je niet goed zien? Nee, ik ga even inzoomen op je hoofd. Oh, zo. En heb je niet op je hoofd. Ja, dat zou je van schrikken, ja. Ja, joh. Spreek hem nog even meer. Dat doet gewoon pijn. Ja, mooi. Dat noem je nou eens echt karma. Ja. Waarom heb ik hem nou gebroken? Het is echt dom. Nu ligt hier allemaal glas, ouwe. Zullen we beginnen? Is dit glas of plastic? Glas. Oh. Echt? Het is glas, ja. Oh, god. Wat een stom idee. Waarom heeft niemand gezegd dat het glas was? Maar waarom is Dinant weer zijn camera niet aan? Hij doet het gewoon nog steeds niet. Laat je toch even maken. Ja, maar ik heb er helemaal nog geen tijd voor gehad. Eigenlijk wel, maar ik had gewoon geen zin. Ik ben echt weer een domme sukkel gewoon. Nee eens. Dankjewel, Kim. Dankjewel. Maar we houden wel van je, Tim. Ja, ik heb zelfs bloed. Oh, nee. Dat is niet goed. Ja, ik ben heel zielig nu. Moet je een Peppa Pig splijster? Ja, stuur maar op via de mail. Ik heb hem niet, ik heb wel een joker waar je een splinter van krijgt. Ja, die heb ik ook. Echt, die mensen die nu de podcast zitten te luisteren denken, wanneer beginnen jullie nou over de mol te praten? Nou, laten we beginnen met de eerste theorie. Nee, dat kan niet, want ik heb overal glas. Ja, Mark, ga jij je glas opruimen? Ik heb echt de meest nutteloze theorie ooit. Van deze aflevering. Ja. Ik heb er ook niet veel. Jullie gaan ook keihard lachen. Ik had hem net even bedacht op de fiets. Vonden we even grappig. Ik weet 100% zeker. Één kandidaat die niet meer de mol is. Het is namelijk Samia omdat ze een rood scherm heeft gekregen. Wow. Ja, die had je niet verwacht, hè? Nee. Ja, nee, dit is hem. Ja, ik maar... echt gewoon een bond. Ja. Arme ja. Tim weer. Ik ben heel lieve. Lekker voor je. Nee. Welkom in ProCast België. Yay! We hebben er weer heel veel zin in. Gaat deze keer wel in één keer goed, de intro. Ja. We spreken iedere week de aflevering na met Kim van Kim Cogé. Hallo! We spreken de aflevering daarnaast ook na met Dinant van WDM 2023 Hints op Instagram. Hallo! En natuurlijk niet te vergeten, we bespreken de aflevering ook met mezelf. Tim, uitroepteken. Ja. Ik verwacht een applaus. Dankjewel, Kim. Aflevering 1 is geweest. Die hebben we besproken vorige week. En nu is het weer tijd voor aflevering nummer 2 al meteen. Wat vonden jullie van de aflevering, Kim? Even heel goed nadenken. Oh ja, we hadden de treinopdracht en we hadden de opdracht met... wat was die tweede opdracht ook weer? De aardappelen in het leger. Oh ja, de aardappelen. Ja. Ik vond het wel grappig. Ik vond eigenlijk die aardappelenopdracht het leukste, denk ik. Omdat je dan weer zo'n tweede laag, soort van tweede laag opdracht hebt. Omdat dus de ene groep niet wist dat ze met de inzet van de aflevering aan het schieten waren. Dus dat vond ik wel iets grappigs. Maar opdracht 1 was gewoon bedoeld om te mislukken, volgens mij. Ja. Dat was best wel ingewikkeld ook.
voor de kandidaten. Stel je bent een kandidaat, dan was het ook best moeilijk om die doelwitten te raken, lijkt mij. Ja, maar wie gaat er ook een tafel van een trein afgooien? Wie heeft dat nou weer verzonnen? Of een glazen vaas richting een landschap vol met stenen? Ja, ja. Dit zijn niet zeg maar de slimste mensen, om het zo te zeggen. Nee. En je bent een opdracht vergeten trouwens. Dat was de, nou ja, een soort opdracht. De reacties van de kandidaten. Toen er iets achter. Ja, maar dat is gewoon een leuk tussenstukje. Maar dat was niet echt een opdracht waar ze geld mee konden verdienen. Alleen informatie. Nee, klopt. Ja, zelfde vraag voor Dinan, hè? Ja, ik vond het ook wel een leuke aflevering. Ook gewoon, ja, zonder dat je het weet natuurlijk, gewoon die inzet wegschieten. Het is toch mooi. Ja. Doe je in Nederland niet. Nee, klopt. En ook gewoon dubbele laag, ja. Zou leuk zijn als de mol dat ook heeft gedaan. En dat denk ik zelf ook. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Opdracht 1. Hoe gaan we hem noemen? Hoe gaan we opdracht 1 noemen? Much, much, much later. Goeie vraag. Ja. Goeie vraag. De treinopdracht. De treinopdracht? Treinwerpers. Treinwerpers. Goeie. Treinwerpers. Ja, nou ja, slim. Treinwerpers. Even kijken. Ze moesten natuurlijk raadsels gaan oplossen in die trein. En ja, het waren op zich best wel leuke raadsels om te raden. En dan ook dat je een cocktail moest gaan opdrinken met een hint in de parasol. Erg grappig bedacht allemaal, dacht ik zo. Mm-hmm. Maar, er is mij iets opgevallen, hè, jongens. Ja. Vertel het. Er is één raadsel in beeld. Die wordt niet opgelost in beeld. Die is wel opgelost. Maar hij is niet in beeld te zien dat de kandidaten hem oplossen. En ook wat het raadsel is, volgens mij. Ja. Ja, klopt. Dat weten we Want ook. Want dat was... Ze hadden de tweede raadsel en toen opeens hadden ze weer parasolletjes. Ja. Maar waar is dat raadsel dan heen? Het zou kunnen dat een mol zichzelf hier heel erg verdacht heeft lopen maken of zo. Dat er een fout is geweest of zo. Ander iets zou kunnen zijn. Ze hebben het vergeten op te nemen. Nou, dat denk ik niet hoor. Ik denk het ook niet. Het is die camera staat 24/7 aan. Ja, het is ook België, dus ik denk het ook niet. Maar... wat zouden we hier nog meer mee kunnen doen? Ja. Er heeft iemand lopen mollen en dat is de mol, want anders zouden ze het er niet uithalen. Ja, misschien dat de mol al iets te veel verdacht werd, nu al. Dat ze dat misschien iets naar beneden moesten halen door... Of dat er... Dit zou ook nog mooi kunnen zijn, dat er gewoon de mol dus in de trein zou zitten, maar die heeft voorkennis, dus die weet al wat het antwoord op de raadsel zou zijn. Dus misschien iets te enthousiast zijn mond heeft voorgesproken, waardoor je echt zou zeggen van... hoe kan je binnen 2 seconden dit raadsel opgelost kunnen hebben? En ja, wij als kijkers gaan dat natuurlijk meteen doorhebben. Ja. Coördinant ook gewoon weer bijna niet, hè? Ja, nee, maar dit is een gesprek. Ja, sorry. Het is gewoon Dinant, ja. Ik praat er niet doorheen, want dan... Ja. Dan wordt Tim boos. Tim boos. Ja, dan wordt Tim boos, dat weet ik. Ik ben altijd boos. Wat vonden jullie ervan? Dat is een goede anti-mol-actie. Maar ik weet niet, ik twijfel een beetje over die anti-mol-actie. Ruben verzint uiteindelijk om met zand en stenen en emmers de eerste constructie die gebouwd is een beetje te verstevigen. Want hij viel zeg maar om. En toen dacht Ruben, nou jongens, we gaan er zand overheen gooien, stenen overheen gooien om hem te laten staan. Nutteloos. Ja. Beetje tijdverspilling ook, denk ik. Dat ook. En uiteindelijk is hij ook uit elkaar gestort. Ja. En hij ging ook de hele tijd stenen naar de netten gooien. Wat ook heel vreemd was. Maar straks scheurt dat net. Dan heb je helemaal niks meer eraan. Ja. Dus hij was gewoon heel vaag bezig. Ja, hij was heel vaag bezig inderdaad. Ja, nou ja, weet je. Waar zouden jullie willen zitten als mol in deze opdracht? Zouden jullie op de trein willen zitten? Of zouden jullie juist niet op de trein willen zitten? Zal ik dan eerst gaan? Ja. Ik denk dat het in deze opdracht niet zo heel veel uitmaakt waar je als mol zou zitten. Dus ik denk dat je gewoon persoonlijk moet kijken wat zou je dan de leukste opdracht vinden. Want op beide plekjes zou je wel kunnen mollen.
Nu heb je wel een groter voordeel op de trein op het moment dat je de spullen gaat gooien. Want daar is uiteindelijk echt het geld te verdienen. En dat vond ik ook heel erg opvallen. Zeg maar, Leila die dronk geen alcohol. Maar dat was natuurlijk best wel een groot deel van de opdracht. Waardoor ze uiteindelijk ook, omdat ze zei ik heb geen alcohol gedronken, mocht ze achter het stuur van de auto zitten. Waardoor ze later weer een extra voordeeltje kreeg. Dus dat zou denk ik ook wel een hele slimme mol-tactiek zijn. Ja, ja, ja. Maar even over die auto, wat jij daar zegt. Ruben is ook wel degene die zegt, na die opdracht, van goh, laten we nu iemand als chauffeur gaan die nog niet is geweest. Dat zei hij. Dus dat kan dan ook wel weer een ding zijn van, goh, ik heb nog niet gereden, dus ik wil graag rijden nu. Maar waarom zou ja, ze op zich brengen als hij de mol heet? Dat is waar. Ja, ik denk dat, kijk, stel je zou als mol, een chauffeur, je zou als mol denk ik wel chauffeur zou willen zijn. Want je kan ervoor zorgen dat dan jouw eigen reactie niet wordt laten zien aan de groep. Ja. Dat is het enige wat je als mol hierbij zou kunnen doen. Maar daar zijn we nog niet. Nee. Hebben jullie nog iets anders opvallends over die over de eerste opdracht? Ja, dat van Thomas, dat hij Gert opeens zei. Oh ja. Wat was dat? Gert. Kan een hint zijn naar een BV'er. Ja, zeg maar, want in de trein was zeg maar het ook een raadsel van Samson en Gert. En hij zei Gert, dus misschien is het een hele stiekem hint. Nadat Thomas misschien gewoon wist dat er een raadsel van Samson en Gert was. Ik zou het heel brutaal vinden in ieder geval. Ja. Ja, weet je, het is de Mol België. Het zou zomaar kunnen. Ja. Alles kan, hè? Alles kan. Thee kan, koffie toen kan. Ik heb een broertje op de achtergrond. Ja, precies. Er was ook nog een discussie. Dat heb ik ook nog even opgeschreven. Tussen Leila en Lancelot. Over de fase. Over de glazen vaas en over een andere vaas. Nou ja, de juiste glazen vaas wordt uiteindelijk naar buiten gegooid. Dus het kan een anti-mol-actie zijn geweest van een van de twee. Maar het kan ook een mol-actie zijn van een van de twee die de verkeerde vaas wilde gooien. Ik weet alleen niet helemaal zeker wie dat nou was. Want heb ik niet echt kunnen uit dat gesprek kunnen halen. Volgens mij was Lancelot degene die die goede vaas wilde. Ja, dat vermoeden kreeg ik ook, ja. Dat Leila daar een beetje aan het mollen was. Want Leila wou ook die dobbelsteen-rammelaar pakken. Maar dat heb ik ook even teruggezocht. Dat was ook wel op verzoek van Leila. Maar ja, op het verzoek van Samja. Als een kandidaat iets fout doet, ga je daar in mol natuurlijk heel erg in mee. Dus Leila was wel een beetje verdacht daar, ja. Ja. Verdacht. Leila. Moeten we een beetje gaan onthouden. Ja, ik ga het ook in de gaten houden. En volgens mij was na aflevering 1 was ze ook het minste verdacht. Toch? Klopt. Volgens mij wel. Terwijl nu in België is het meest verdacht. Ja. Ja, of de regie wil dat we haar verdenken. Maar dat is ook meteen na de aflevering, hè? Ja. Dat vind ik nooit helemaal zo betrouwbaar, eigenlijk. Want dan moet je stemmen via GoPlay. En niet iedere Vlaming in België gaat meteen naar GoPlay naar die aflevering en intikken. Mm-hmm. Maar goed. Opdracht 2? Of de opdracht 2 toch? Stukje. Ja, stukje 2 bedoel ik. Stukje 2. Stukje. Gewoon het stukje. Met de auto's en filmpjes. Ja, maar ik vind eigenlijk dat Dinant hier wel even over mag beginnen met praten. Ga je gang. Oké. Okay. Zal ik hem even. Ruben en Leila zijn de chauffeurs. Ja, uiteindelijk proberen ze allebei zoveel mogelijk te vertragen, maar kwamen wel beide voor 8 uur aan. Leila kwam later aan en koos welke 4 kandidaten het filmpje van te zien kregen. Van wie we het filmpje zagen. Ja. En dat waren van Comfort, Samja, Ruben en Connie, dacht ik. Ja, klopt. Die 4. Nou ja, waarom zouden ze die kiezen? Kandidaten die je niet verdenkt. Klopt. Ik heb even een lijstje gemaakt welke kandidaten ik juist heel erg raar vond doen en welke niet. En ik heb bij de reacties
die opvielen, heb ik gezet, kom voor Ruben en Connie. Oh ja, en Lieselot, maar ik bedoel meer van, er rijdt nu een tractor langs. Leuk. Nee, maar hoe heet het? Leila kiest voor kom voor Ruben, Connie en Samia, maar Samia is natuurlijk ook afgevallen uiteindelijk, dus die hoeven we niet per se meer te benoemen. En mijn reacties over de kandidaten kom voor Ruben en Connie vielen heel erg op. En dan krijg je dus eigenlijk een soort link met elkaar. Want stel Leila is de mol, dan zou ze denk ik gaan voor de kandidaten die heel erg opvallen qua reactie. Denk ik. Ja. Connie om bijvoorbeeld andere op dat spoor te krijgen. Ja, precies. En Connie bijvoorbeeld, die reageerde heel raar. Ja. Ook meteen, dit is een goede test. Dit is een hele goede, ja precies. Dat inderdaad, Kim. En later in de testbiechten zeggen heel veel kandidaten ook van, goh, Connie was heel verdacht. Dit en dat. Maar dan zit het ook alweer iets te ver in de montage. Daarom. Dat wou ik ook net zeggen, ja. En dan zou ik dus Connie weer afstrepen. Ja. Ik heb ook heel goed naar die reacties gekeken. Vooral het punt wanneer de kandidaat zou moeten schrikken, om het zo maar even te zeggen. Ik heb hem ook benoemd in mijn videootje. Ik zal nog even een foto doorsturen. Kan je die misschien in beeld doen of zo, Tim? Want dat heb ik heel mooi in elkaar geëdit. Daar kun je zien dat elke kandidaat, en vooral Matteo en Samia staan ook op deze foto, om te laten zien dat sowieso kandidaten echt goed schrikken, dat de wenkbrauw omhoog gaan. Dit is vanuit de nature van de mens. Als je gaat schrikken, ga je je ogen wijde open doen. Dus gaan je wenkbrauwen omhoog, om het gevaar beter te zien. En alle kandidaten doen dit op eentje na. En dat is Lancelot, hoe je hem wil noemen. Het lijkt alsof hij niet verbaasd is. Ja, hij doet wel alsof hij schrikt. Maar hij kijkt dus niet uit voor meer gevaar. Dus zou hij hier misschien met een beetje voorkennis zitten? Nu vind ik Lancelot sowieso best wel heel erg verdacht. Dus nou ja, dit bevestigt me eigenlijk alleen maar om dichter naar die tunnel te kruipen. Om het zo maar te zeggen. Ja. Maar we gingen geen tunnels in. Nee, daarom. Ik zit ook nog geen tunnel in, zeg ik. Ik ben er naartoe aan het kruipen. Kruipen zijn kleine stapjes. Langzaam. Ja, precies. Zoals een molletje. Ja. Nee, maar die wenkbrauwen, dat vind ik eigenlijk best wel een sterke. Daar heb ik niet echt op gelet of zo. Ik heb niet, zeg maar, een beetje research gedaan. Ik zal het fotootje doorsturen. Ik zie nu trouwens dat ik eigenlijk alleen Lieselot niet op deze foto heb staan. Maar ja, die keek net zoals de rest gewoon wenkbrauw omhoog. Maar bij Matteo vooral kan je echt zien, die wenkbrauw gaat omhoog. Hij is bang. Ja. En ja, als je dan naar Lancelot kijkt, je ziet echt zo. Gewoon een beetje neutralig. Ja, of hij, dat zeg ik ook in mijn video, of hij heeft gewoon een wat slomere reactie dan de rest, maar nu denk ik dat niet echt. Ja, hij is adellijk, toch? Zou je? Hij is adellijk. Geen idee. Ridderlijk. Lancelot. Ridderlijk. Adel van de adel. Die is echt heel slecht. Ja, ik weet het. En er wordt ook helemaal niks gegeven. Van reactie krijg ik ook gewoon. Dat doet zo niet. Hier heb je een foto. Ja, de foto. Waar, daar. In je WhatsApp. Oh joh, je hebt het ook echt met alle pijltjes en zo. Slim. Ja, helemaal geëdit. Heel slim. Fancy. Zo. Ja, die komt er nog wel even in. met een mooie nieuwe screenprojector. Weet je, dat is gewoon. Oh, dat is... maar. Projector, wat is dat? Projector. Protector. Ja. Oh ja, protector. Projector is een projector is iets waardoor je iets projecteert. Ja, dat. Ja, even kijken. Connie werd dus. Dingen op de video's, bij de video's, vielen daar nog meer dingen op bij jullie? Niet zozeer. Ja, nee. Ze schrikken. Allemaal, op hun eigen manier. Bijna allemaal. Mm-hmm. Ik zelf vond trouwens Samia, Thomas, Toos en Leila best wel oprecht reageren. Leila was nog wel een beetje van in de twijfelzone. Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar Samia, Thomas en Toos vond ik wel echt oprecht reageren. Dus Samia is natuurlijk afgevallen. Ja. Blijven Thomas en Toos over? Ja. Wie weet zijn dat ook afvallers. Maar dat weet je natuurlijk niet.
Jongens, we gaan het even hebben over, over de rekenmachine die Connie bij zich heeft. Waarom neemt Connie een rekenmachine mee? Even als een wiskundedocent is. Ja, maar waarom neemt ze dat mee als ze op reis gaat? Ja, met weet ik veel, voller de money berekenen of zo. Het is je hobby, het is je leven. Het is je baan, het is alles. Oké, ja, maar dus ik ga naar school. Ja. Kom ik op school aan. Ja. Wat haal ik uit mijn tas? Een Wie is de Mol boekje. Wat moet ik daarmee? Of, dat is misschien een slecht voorbeeld. Dan neem ik bijvoorbeeld, weet ik veel, een biljet molgeld mee. Wat moet ik daarmee op school? Ja. Leuk. Komt een beetje op hetzelfde neer. Of, wat het ook zo kan zijn, heel veel mensen hebben bijvoorbeeld een geluksmuntje of dingetje. Misschien is die rekenmachine, geeft gewoon geluk aan haar. Dat haar geluksdingetje is, omdat ze dan denkt dat ze er zo langer in het spel kan blijven. Ja, nou, ik kreeg ook een theorie ingestuurd daarover. Die lag er nog net niet uit. Nee, ik had hier nog even een theorie over gekregen ook. Nee hoor, Kim. Komt een moment dat ik jou uitlag. Is dit om nog even dingen na te rekenen voor toekomstige opdrachten als mol zijnde? Of kunnen we dit linken aan het wiskundethema wat al vaker voorbij is gekomen? Ja, silence. Geen reactie. Geen goede theorie dus. Wel creatief. Zou het wel goed is. Zou kunnen. Het zou wel grappig zijn als er in een toekomst, wanneer Connie nog in het spel zit, er een opdracht komt waarin je heel veel moet rekenen. En zij haalt opeens uit de tas weer die rekenmachine. Ik zou het wel hilarisch vinden. Oh ja. Een brutale mol met voorkennis. Ja, ja dat, ja. Die weet. Connie en de rekenmachine. Hebben we nog iets over deze? Oh ja, trouwens, ik had aflevering 1 had ik trouwens nog even een keer gekeken. Wat vonden jullie ervan dat, hoe heet het? Dat zij die spek aan het bekken, dus die spek aan het bakken waren. Ik bedoelde geen bekken, ik bedoelde bakken, jongens. Oké. Okay. Ik zie nu voor me een stuk spek wat aan het zoenen is met, in ieder geval. Nee, wat vonden jullie daarvan? Want ik zat te kijken en ik dacht, gadverdamme gewoon. Ja, maar ik vind spek sowieso niet lekker, dus dat moet je niet aan mij vragen. Maar echt uit zo'n verpakking en dan zo'n blok spek en dan zo in die pan. En, nou en dan wie, helemaal nou, wie is plakken dat en zo. Maar het is Amerika, naar, alles is vies en vet. Het is een hint. Van Lieselot naar slager. Ja, hey. Wisten dat je dat vies hebt. Maar volgens mij bakt zij ze ook, toch? Of niet? En slacht volgens mij ook. Oei. Nee, maar in de aflevering bakt zij, staat zij bij de pan. Nee, nee. Oh, dat dacht ik. Lieselot was die aflevering eruit, hè? Oh ja. Oh ja. Ik zit er helemaal niet bij met mijn hoofd. Maar goed, laten we de aflevering 2 blijven. Ja. Voordat opdracht Tim weer iets gaat bekken. Opdracht 3. Hoe gaan we die noemen? Aardappelkanon? Patattenkanon? Geschilde patatten. Patattenkanon is leuker. Ja, patattenkanon is wel leuk. Oké. Okay, nou, het was een hele goede morgen. Zouden ze in Wie is de Mol Nederland ook moeten doen, denk ik. Wat me opviel trouwens, die guy van het leger komt binnenlopen en Lieselot ligt op de grond. Ja, ja. Ook als enige. Ja. Waarom, wat is het toch lekker of zo? Yes. Ik vond het sowieso, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het een beetje een gek, ja. Het is leuk om mee te maken, maar ik zou het niet echt het leukste vinden om mee te maken, heel eerlijk. Ik zou het zelf ook niet willen, want je moet je daar omkleden waar de hele groep bij staat. Nou, dat zou ik echt niet doen hoor. Ja, maar dat is net zoiets als met dat spek pakken. Wat zie ik? Maar goed. Hint. Nou ja, waar zou de mol... Ja, waar zou de mol zitten? Zou de mol aardappels willen schillen? Of zou de mol lekker willen sporten? Nou, ik denk beide niet, maar... Ik denk dat de mol wil mollen.
Ja, waar kan je het beste mollen? Ik denk vooral bij het sporten. Ja, denk het ook. Dus je kan wel aardappels schillen, maar die andere groep, die kan ze uiteindelijk wegschieten. Ja, maar het was ook wel verdacht dat Lieselot aardappels ernaast gooide, echt heel veel naast gooide, in een bak gooide, te vroeg. Mm-hmm. Waardoor, hoe heet dat, die sporters die worden helemaal moe meteen, want die moeten meteen een heel stuk, moeten ze iets gaan doen. Je kan beter met sporten, daar heb ik ervaring mee, ja. Dat je rustig opbouwt en dan kan je uiteindelijk langer werken, zeg maar. Dus voor een wedstrijd doen wij een hele goede warm-up. Ook gewoon echt sprinten en zo voor de wedstrijd. En dan in de wedstrijd zit je gewoon, zit je helemaal fanatiek in. Dus dit kan het heel erg naar beneden halen qua niveau. Ja. Goed verhaal, Tim. Waar wil je hier naartoe? Waar gaan we naartoe, ja. Nee, dat de mensen bij de aardappelschillen ook verdacht kunnen zijn. Daar hou je naartoe. Lieselot kan ook verdacht zijn. Samia niet meer, maar Lieselot wel. Oké. Ja. Ik zou denken, hoor. Ik had ook iets met... Lieselot, die was natuurlijk... allemaal kleine aardappeltjes was aan het schillen. En Samia was grote aardappelen aan het schillen. Want hoe groter de aardappelen, hoe zwaarder, hoe meer gewicht. Dat wil je natuurlijk. En ze ging ook een beetje, dat is echt typisch molgedrag, de hele tijd tegen Samia zeggen van... Oh, ik heb er 3 wanneer jij er al nog maar 1 af hebt. Een beetje laten... De kijkers laten geloven dat Samia dus heel slecht bezig is. Een beetje de anderen de schuld geven dat de opdracht misschien niet haalbaar is. Omdat dat soort dingen. Dat is echt typisch gedrag om de anderen in het slechte daglicht te zetten. Oh ja. Die vond ik wel opvallen bij Lieselot. Dat vind ik ook wel een goeie van jou, Kim. Ja. Dankjewel. Ik heb ook soms wel goede tips. Soms. Ja. Dan moeten we daar beter naar luisteren. Altijd. Hey, tot dusver altijd, maar maakt niet uit. Ik krijg gewoon een compliment van Tim. Ja, is toch zo, Tim? Zo! Ja, maar is toch zo? Jij had Jurre goed, weet je? Ja, dat is waar. Dat is waar. Even kijken. Heur, jongens. Aan het eind van de opdracht moest ik schieten met die... De wat? Het patattenkonon. Ja, het patattenkanon, inderdaad. Er werden veel patatten genoemd. Waarom heet het geen friet, jongens? Het heet friet. Het woord friet heet. Patat. Patatten zijn geen aardappels. Aardappels zijn aardappels. Patatten, dat ziet eruit als friet. Zeg maar. We kijken naar een Belgisch programma. Ik weet het. Het is sowieso allemaal anders. Nou, nou alsnog. De patatdiscussie nu al beginnen. Oh. Ja. Okay. Maar... Friet patat. Het ging mij er even om. Ruben duidt erop dat ze de dikst mogelijke aardappels moesten wegschieten. Ja, meer gewicht. Als je voorkennis hebt als mol, dan denk je gewoon... Ja, ik doe gewoon de dikste aardappel die er is, die schiet ik gewoon weg. Lekker minder gewicht, lekker minder geld. Schiet er gewoon geld weg hier. Kling, kling, kling. Ja. Weet je wel? Beetje dat. Lanslot, vond ik ook verdacht. Ja. Die, dat wou ik ook wel zeggen. Ze gingen de aardappels ophalen. Mijn tunneltje komt er weer. Niet, ja, ik voel ook niet een tunneltje bij Tim aankomen. De nog niet tunnel, ja. Wat wou Dinant zeggen? We laten Dinant ja. Sorry, Tim. Finant, dit is jouw moment. Oh, sorry, ik zit er helemaal niet op. Wat moet ik zeggen? Sorry, ik zit er helemaal niet op. Je wou dat niet zeggen. Wat moet ik zeggen? Nee, nou, ik neem het wel even over van je Dinant. Ja, sorry. Want je zegt het wel. Weet je? Nee, ze gingen de aardappels ophalen. En Lanslot zegt, misschien moeten we toch de geschillen gaan afschieten. Oh, nee, ik had wat anders. Oh, ja, nou ja, hij zegt dat wel, Lanslot. Die zegt van, misschien moeten we toch de geschilde aardappels weg gaan lopen schieten. Maar dan is hij heel raar bezig. Ja, maar dat is toch gek? Want later, dat was namelijk mijn hint, later, wanneer Samia en Lieselot er zijn, zegt hij, ja, maar die geschilde aardappelen gaan wel beter. Dus ik wil eigenlijk nog wat geschilde aardappelen wegschieten.
Maar dat is dan toch heel raar dat hij eerder wel de ongeschilde wil en nu opeens de geschilde? Wat bedoelde je dat? Ja, ik bedoel, wat jij nu zegt, dat bedoelde ik ook. Ja. Dat je zei dat hij de ongeschilde aardappelen wou. Nee, de geschilde inderdaad. Ja. Maar ja, dat vind ik een hele gekke opmerking. Ja. Waarom? Zo kort snel in beeld geweest. Dat vind ik nog aparter. Ja. Klopt. En dat is... Kijk, als het heel lang in beeld was geweest op een moment, dan had ik gezegd, ja... Maar nu is het gewoon heel kort in beeld, inderdaad. Dus... Heel raar. Mr. Lonely, ja. I have nobody. Nou, jongens. Bij dat halve liedje zat erin. En ik dacht meteen, is het een man, de mol? Ja. Weet ik niet. Hoe duidelijk we het hebben. Weet je, Mr. Lonely. Het is een mister. En een mol is altijd alleen. Een man alleen, ja. Toos was zo zielig tijdens dat rennen. Ja, dat ook. Ja. Maar het kan ook nog op iets anders slaan. Mr. Okay. Lonely. Wat nou als we alleen Lonely pakken? Dan... Hoor jullie mijn broertje? Ja. Ja, dat tot zover mijn fame van mijn broertje in de podcast. een mol is natuurlijk lonely in het spel, toch? Mm-hmm. Nou, kan ook leiden nadat de mol alleen is. Samia is afgevallen. Dus wie zat er dan uiteindelijk helemaal alleen? Dat was Lieslot. En Lieslot. Lieslot, oh, ja. Klopt. Ja, die was volgens mij Café de Mol. Ja, maar Lieslot. Het is niet echt zozeer een A. Dus het kan wel, maar het is meer gewoon een grap. Het kan wel geniaal zijn. Letterlijk mijn naam. Lieslot. Dan hebben we nog Corny. Die komt uiteindelijk als eerste aan bij de finish. Oeh. Hoe dan? Daar moet iets gruwelijk mis zijn gegaan bij de andere kandidaten dan. Want even serieus. Ik word er niet uitgerend door een vrouw van 50. Met alle respect, hoor. Met alle respect. Ik ben echt sneller dan een vrouw van 50. Maar zou jij even snel als comfort zijn? Dat weet ik niet. Want je weet... Want Connie, Connie en Leila waren aan het eind nog aan het rennen, hè? Ik vond het ook heel apart. Leila heeft 3 kilometer niks kunnen doen, maar kan dat laatste kilometertje niet sprinten. Ja, klopt. Maar ik denk dat zij gewoon letterlijk heeft lopen daar. Gewoon dat hele stuk. Is gewoon een stukje gelopen. Gewoon. Oh, hold. Ja. Nou ja, het was in ieder geval verdacht. Want in Laila's groepje zat ook Toos. En Toos die blijkbaar heel veel te sporten. Dat werd duidelijk tijdens de testbiechten van verschillende kandidaten. Dat Toos heel veel bezig was met sport en zo. Beetje raar. Ik heb nog even iets over de testresultaten. Ja, dat is leuk, hè, testresultaten. Want bij de Mol België worden ze niet zo heel erg veel mee gesjoemeld, dacht ik. Dacht je? Ofwel. Of is dat wel zo? Misschien is het wel zo. Nou, dat zien we wel over een paar afleveringen heen. Ik heb een paar opvallende dingen vergeleken met aflevering 1 testresultaten en aflevering 2 testresultaten. Leila, haar testresultaten worden niet gedeeld in aflevering 2. Maar we weten wel die van aflevering 1. Er is een mogelijkheid dat ze de trend door heeft gezet. En dus in aflevering 2 op comfort en of Lieslot is gegaan. Want daarop zat ze ook in aflevering 1. Ja, je kan hier niet heel veel mee. Maar wie weet is ze erop doorgegaan. Zou kunnen. Kim is aan het knikken, dus het zou kunnen. Dat is leuker dan de afvaller. Ja, nou ja. Samia. Ja, Samia, de afvalster van deze aflevering, zat vorige week op Lancelot. En deze aflevering wederom. Dit kan er dus naar leiden dat Samia, wat ze ook aangeeft in Café de Mol, een tunnelvisie heeft gehad op iemand. En dat zou dus Lancelot kunnen zijn en er daarom uit ligt. Ik wil daar wat aan toevoegen. Damma. Volgens mij zat het ook in je video wat je nu gaat zeggen. Wat? Zat het ook in je video wat je nu gaat zeggen. Ja.
deelprins van mijn video voor jullie. Maar dat is zo leuk. Ja, is goed toch. Want Tim die stilt ze ook van zijn eigen Insta. Huh? Wat? Ja, dat moet ik. Huh? Tamja, die zat in deze aflevering heel, maar dan ook echt heel veel bij Lieselot in het groepje. Bij de trein zat ze bij Lieselot in het groepje. Ja. En bij het patatenschillen zat ze bij Lieselot in het groepje. Ja. Dus het zou vaag zijn als je de hele aflevering bij iemand in een groepje zit. En vervolgens die persoon niet een tikkeltje verdacht gaat vinden. Nu vond Matteo Lieselot ook heel erg verdacht. Matteo is naar huis gegaan. Samja is naar huis gegaan. Lieselot is dus eigenlijk niet zo heel erg verdacht meer, denk ik. Maar ik hou er toch in de gaten. Want je weet niks afstrijpen. Niks afstrijpen. Nee, vooral niet in aflevering 2. We gaan nog niet in tunnels duiken. We gaan gewoon nog geen mensen afstrepen op Connie na. Maar dat... Nee, ho. Connie ook niet hoor. En dan zie je straks dat het Connie is met de rekenmachine. Ik heb ook, ik heb natuurlijk die moltest website en ik had hem vandaag gemaakt en ik had hem een beetje op Lancelot ingezet. En ik had alsnog iets van 20% op Connie gestemd. Het is echt super. Moet je echt meer in de gaten gaan. Nou ja. Ja, moet je doen. Moet je doen, wat een antwoord ook weer, Tim. Echt, jemig. Dat moet ik hier. Leuk. Maar denk jij dat ze bij de Mol België heel veel van de testresultaten sjoemelen? Ik denk wel een beetje met de biechten. Maar hoe bedoel je met testresultaten sjoemelen? Nou ja, niet zozeer resultaten, maar ik bedoel meer gewoon de test. Dus op wat ze invullen en zo. En dan met die biechten inderdaad. Ik denk dat er dus wel echt iets qua biechten, dat doen ze altijd wel een beetje, denk ik. Maar ik denk niet dat ze zo ver gaan, net zoals Nederland, om je echt te sturen op een bepaalde kandidaat. Nee, precies. Ik denk dat Nederland het wel ietsjes meer de werkelijkheid vergroot dan het echt is. Dus als iemand zegt, ja, ik vind hem wel een beetje verdacht. Oké, zeg even dat je hem heel erg verdacht vindt. Ik denk dat je dat meer bij Nederland hebt en België gewoon laat zoals het is eigenlijk. Ja. Dat ze misschien kleine stukjes uitknippen of zo. Ja. Het viel mij ook nog op dat Ruben beide afvallers noemt in de aflevering dat zij afvallen. Oeh. Zou leuk kunnen zijn. Schappig. Ja. Thomas die vult beide afleveringen ook in op Samja. Heel raar. Corny zit in aflevering 1 op Comfort en in aflevering 2 ineens op Laila. Een beetje switch waarvan je denkt, ja, Connie die let dus vooral op de dingen die vol in beeld gebeuren. Dus Comfort die van een kort afvalt, ik ga op Comfort. En Laila die ineens een sleutelpositie krijgt, ik ga op Laila. Snap je? We kunnen hier voor de rest niet heel veel meer mee, maar we moeten het gewoon gaan onthouden. Nog niet inderdaad, nog niet. Kan nog een verborgen tip in de test. Die zijn altijd leuk. Gilles zegt de mol, ja. En wie is er dan in beeld? Laila. En van wie horen we geen verdenkingen? Laila. Nee. Dus wie is de mol? Laila. Nee, ik weet het niet. Wel verdacht. We weten het nog niet. Het is wel verdacht. Ik ging ook voor hint. Ja. Hij zit in mijn video, maar ik ben even vergeten welke het is. Goeie hint, hè? Oh, goeie hint. Kijk dus als je nou video. Heel graag wil weten welke verborgen hint. Dan kijk ik vaak zelf natuurlijk een beetje naar acties en zo. En ik had nu dus een verborgen hint gevonden. Als je hem wil weten, moet je even mijn video kijken. Ik weet hem nou. Ja, precies. Net zoals Toos. Met zijn toaster. Brotoaster. Ja. Snap je wel? Nou, als dat nog echt een hint is ook, dat zou toch wel echt mooi zijn. Nou ja, het gekke is, die muziek is er zo in geëdit dat het dan ineens stopt. Gewoon precies als dat ding. Ploep, stop. Wel heel goed geëdit dus. Ja, maar serieus. Als je gaat twijfelen over de edit van de Mol België. Ja, dat kan niet. Wegwezen. Twijfelen. Klopt. Hebben jullie nog iets verdachts? En ik heb nog steeds glas overal zitten. Ja, ik vind het dus wel heel erg verdacht dat jij overal glas hebt zitten. Hoe kan dat nou weer? Ja, ik ben gewoon de mol, jongens. En ik vond nog één ander ding heel raar trouwens.
Ja. Laila die mocht die filmpjes uitkiezen, maar waarom als zij kandidaat is, zou ze niet gewoon haar eigen filmpje laten kiezen? Want die anderen zien dan jouw reactie als je kandidaat bent. Goeie. Dus daar hebben we niks verdachte aan. Verdachte laten maken natuurlijk, dat zegt ja. Ze ook veel verdacht lijken. Ja, dat zei ze inderdaad ook in de testbiechten. Okay. Dat ze dat deed omdat ze dan verdachter leek. Oké. Okay. Ja, je kan hem zeg maar op twee manieren zien. Als je mol zou zijn, dan zou je natuurlijk je eigen filmpje juist laten zien, want je weet hoe jij reageert. En dan zou je natuurlijk laten zien van, kijk jongens, ik schrok echt. Ik ben echt een hele grote kandidaat. Ja. Oeh, was het eng. Maar ja, je kan hem natuurlijk ook niet laten zien, waardoor ze niks weten over je. Dus dan weten ze ook niet of je goed kan acteren, slecht kan acteren, dat soort dingetjes. Ja. Dat zouden de twee opties zijn. En als kandidaat laat je hem sowieso niet zien, want je wil lekker verdacht blijven. Precies. Ja. Ja, nee, ik vind hem heel goed. We moeten gewoon even iedereen nog in de gaten houden. We kunnen niet echt iemand afstrepen, denk ik. Of, nou ja, zou ik het zo zeggen? Ik ga zo de vraag stellen. Wie zouden jullie willen afstrepen? Iedereen, behalve de mol. Ja, maar op basis van aflevering 2. Wie je eventueel zou willen afstrepen. Ik zou het gewoon niet willen afstrepen. Je zou er willen afstrepen, maar je kan het niet. Maar ik doe het nog niet. Ja. Want ze zou ook best goed de mol kunnen zijn. Ja. Ik heb even mijn verdenkingen voor me van mijn test, zeg maar. Dat ik hem zelf heb ingevuld. En die er best wel laag scoort bij mij. Als ik er zo over nadenk, hebben we ook niet echt een hint naar haar besproken. Comfort. Comfort. Ja. Goeie. Ik verdenk haar, zeg maar, om zeg maar hier zo even te zien, 7%. Zo. En het hoogste is 19%, dus dat is ook echt niet veel hoor. Maar dit zijn mijn verdenkingen trouwens. Ja. Wat ik ingevuld heb met de test, maar sowieso vind ik het heel vreemd. Want ik heb voor mijn gevoel veel meer dingetjes op Leila ingezet en toch heb ik 5% op Leila. Ja. Comfort, vind ik echt wel een goeie dat je dat zegt. Daar is niet, deze aflevering niet veel in... Nee, daarom. Nee, die wil ik ook totaal nog niet afstrepen eigenlijk. Want die zou een hele goede mol kunnen zijn, denk ik. Dat zeker, maar toch is er niet zo heel veel in beeld geweest in deze aflevering. En ik heb geen hint naar haar gevonden deze... Nee. Dus of we moeten haar beter in de gaten gaan houden, of... Ze wordt gewoon niet zoveel in beeld gebracht, waardoor ze weer verdachter gaat worden. Dus dat was een beetje mijn conclusie eigenlijk. Ja. Wat lastig allemaal weer. Lastig. Ja, moeilijk. Niet zozeer lastig, maar meer... Het zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen. Het zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen. Bij elke. De wat? Bij elke kandidaat heb je het. Je zou het mol kunnen zijn, maar ook weer niet. Ja. Het is gewoon te goed gedaan. Klopt. Maar om even tot de eindconclusie te komen. Wie is nou de mol, Kim? Dinant mag nu eerst. Want Dinant is niet afgelopen. Eerst. Dinant, wie is de mol in aflevering 2 van de Mol België? Ik zit heel erg te twijfelen aan Laila. Want aan de ene kant denk ik dat ze een hele goede mol zou kunnen zijn. En dat ze het ook is misschien wel. Ja. Alleen als nu al 18% of zo zat al op de... Nu al. Dat zegt eigenlijk... Ja. Dat vind ik heel lastig. Maar dan ga ik toch voor Toos. Toos. Oh. Toos. Ook een leuke. Ja. En Kim dan? Ja, maar ik ben nu al naar die tunnel aan het krijgen. Doe het niet. Goed. Dan ga ik aflevering 5 af. Ik heb dat namelijk altijd. Dan vind ik iemand verdacht. Dan ga ik alle hints vind ik naar die persoon. En dan rond aflevering 5 vallen ze ongeveer. Ja. Dus op het moment zou ik Lancelot zeggen. Maar dat betekent niet dat ik de rest niet even goed in de gaten ga houden. Ik ga extreem goed. Nee, logisch. Leila, Ruben en Comfort nu heel goed in de gaten houden. Ja, Ruben vind ik ook een hele sterke. En daarmee wil ik mij aansluiten. Ik deed het toch een beetje naar de Ruben kant neig. Maar... Ja,
Die vind ik ook wel, die staat ook wel hoog op mijn lijstje hoor. Maar als ik kijk, staat Lancelot er nog net ietsjes boven. Ja, logisch. Ook omdat hij in de trein zit. Ik denk toch echt dat hij mooi in de trein zat namelijk. Maar dat is weer een andere visie. Bedankt dat jullie er weer waren, Kim en Dinan. Geen probleem, was gezellig. Jullie ook bedankt voor het luisteren. Kijkers en luisteraars en iedereen. Ja. Hebben jullie nog iets toe te voegen? Nee. Nou, abonneer zeker op Kim's kanaal. En Kim staat bij mij nu heel erg gek stil in beeld. Mij ook. Ik was opeens helemaal weg. Ik weet niet wat er gebeurde. Ben er weer. Ja. Je miste mij, hè? Ik hoorde het al. Hoor je Kim. Nu beter? Nee. Oh, nou, dan doe ik wel even zo voor het outro. Ja, goed zo. Nee, abonneer voor meer. Op Kim Cogé natuurlijk, om de video's te zien. En op Tim uitroepteken natuurlijk, om ook video's te zien. Dan hebben we nog Dinant. Ja, weet je, je kan Dinant gaan volgen. Dinant die post 1 keer per maand, denk ik. Dus nee, wil je hem ook dan weer volgen? Afkraking. Nee hoor, Dinant. Wil je ook Dinant volgen? Dan kan dat via @wdm_2023_hints. Of geen laagstreepje meer, hè? Het kan. Maar eigenlijk geen laagstreepje, nee. Geen laagstreepje dus. Dus, om het even niet ingewikkeld te maken... WDM zonder laagstreepje 2023 zonder laagstreepje hints op Instagram, ja? Het gaat echt zo vaak fout. Nee, we horen jullie volgende, we zien jullie luister volgende week weer naar de podcast. ja, dan zien we jullie volgende week weer. Wat zeggen we dan? Wat zeggen we dan, Kim? Hé, hey, Tim. Doeg. Laters. Laters. Doei. Oh, jongens, wat een goede podcast. Toch? Ja. Ik durf mijn microfoon niet meer aan te zetten. Tim. Zet je microfoon uit. Anders horen we ons dubbel. Het kan gewoon. Kan gewoon. Zo, heerlijk even dempen. Wat zeg je? Heerlijk even dempen. Kijk. Dinant. Ja. Jij hebt een heel leuk liedje hè, in de chat. Wat? Van wie is dat liedje in de chat? In de chat? Ja, je hebt een liedje in de chat gezet net. Dit liedje bedoel je? Oh nee, die had ik al gestuurd. Ja, dat was echt het opname. De opname staat nog aan. Ja, de opname staat nog aan. Ja, dat weet ik. Nou, ik zou zeggen, speel me af, Tim. Als outro deze keer. Ja, nou, ik vind het een beetje heftig. Limo. Limo, tropisch fruit. Limo, aardbei van boos. Limo. Heerlijk. Echt gewoon beste topnummer ooit. Nee, ja.